75 jaar vrijheid en Market Garden stonden er op donderdag in Groesbeek bij Klein-Amerika historische voertuigen opgesteld. Ook liepen er mensen rond in oude uniformen van de Tweede Wereldoorlog. Zo kregen bezoekers een mooi beeld van in wat voor voertuigen de geallieerden zich vervoerden. Het basecamp was een flinke publiekstrekker. Vanuit de hele regio kwamen mensen op de dag af.